Hey mensen, dit is Gerkees van Steenroog. En ik ben al met Half-Life gestopt. Ik heb er gewoon geen zin meer in Half-Life. Dus ik ga tot en met Assassin's Creed Revelations gaan wij andere games doen. Of tot en met Skyrim. Van de Elder Scrolls. Nee, Oblivion. Nou, ik weet niet precies hoe het meer heet, maar Skyrim of Assassin's Creed. Tot en met dan gaan we even wat andere games doen. Ik laat even het eerste level van dit spel zien. Moet jullie even zeggen of het leuk is om te doen. Deze is een 2D shooting gedoe. Je bent een manneke en je bent onder water. En dan kan je dan zo doen. Kan ik dan zo. Ik kan dan zo. En dan kan je dan zo met een touwtje. En dan kan je niet meer verder omdat je een touwtje hebt. Maar dan mijn goal is mijn poppetje toch weer. Hij lijkt een beetje dat. Dan moet ik even voor zorgen dat hij niets meer doet. Maar daar kan ik makkelijk voor zorgen. Kijk en dan doe je zo. En dan komen de monstertjes. En ze zijn nou dood. Waar? Ga dan mogen waar? Jullie hebben je niet te zoeken. Anders ga ik jullie maar mijn sterrenstof raken ofzo. Het is spul en dat het halveert je dan, laten we zeggen, heel hard. Zien hè? Bam, dood. Oeh, die bom vond het ook niet zo leuk. En dan hebben we het haakje. Die heb ik al laten zien. En dan pakken we die steen. En dan blijf ik hem vasthangen aan die steen. Dan moet je opletten wat kan. Kan ik dat zo doen? Ah, dat kan ik niet. Ik kan wel dit. Ik kan ook mooi moonwalken. Maar ik is echt gestaan. OS. Weg jij. Dood. En ik word gelijk weer geskyped. Dus goed teken. OS, niet val. En dan hebben we een leven erbij. Dan kunnen we ook dit nog doen. Oh. De speelronde ziet er niet heel goed uit. Het ziet er niet echt heel gezond uit. Ziet er niet uit van, oh laat ik er maar eens invallen. Rammen, kan ik het ook. De onder ligt allemaal leven. Maar ik heb geen leven. Oh nee, fuck. OS. Oh, jongens, rustig. Dood aan alle vage kleine dingetjes die heel irritant zijn. En die mij dan proberen te vermoorden. Daar heb ik er niet zo op. Zo snel gaan steen. Oké, we moeten het ding pakken. En dan. Nee, ik doe het niet goed. We moeten dit ding pakken, zoals ik al zei. Lopen en. Kan toch weggooien? Ja. Dan doe je dat nog een paar keer. Ah nee. Oh, dat is best wel vet spel. Oké, kom. Loop maar mee. Weg jij. Dan pakken we deze steen ook even, die er heel vaak uitziet. Echt zo'n baksteen. Maar als dat een baksteen is, hè? Weet je wat er dan niet klopt? Hoe groot ben ik dan? Ben ik dan net zo klein als een mier of zo? Kom, jongen, doe het normaal. Ik wil niet door. Ja, goed zo. Hij lijkt wel een beetje, maar dat komt doordat ik mijn schijf een keer moet deformateren. Maar daar ben ik nog steeds een lui voor, dus dan dat ga ik een keer doen. Oké, we hebben een tweede wapen. Nou, we hebben een shotgun. En we hebben twee. We kunnen op twee manieren vuur. Oh nee, niet die dingen, die zijn irritant. Ah, hey. Ik heb ook nog een licht. Wit licht en daarachter loopt, zie je dat, er loopt een van de gevaar kill die zo van hallo guys. En dan flikker aan het opkart. Oh, dat was nee, shift. En dan hebben we ons eigen mooie bruggenkeer ingemaakt. Hier hebben we een jetpack. OS, dood. Dood, nee, pak me niet. Ik wil niet met jullie mee. Want jullie zijn kinderlokkers, waar? Waar dat een kinderlokkers zijn. Oké, dan pakken we dat in. Schuiven zo. Nee, dat wil ik helemaal niet. Kom Kees, we gaan hierin. Shit gepakt. Kom maar, goed zo. Ik kan ook aan dat ding vastpakken dan. Een jetpack. Kan een mooie steen meenemen. Heb ik tenminste wat om mooi tegen mijn ouders te vertellen. Ja, ik heb mijn steen meegenomen en zo. En oh, die is mooi. Nee, ik heb geen brandstof meer. Dood. Level 1 gehad, jongen.
En dat was level 1. En dat was gelijk ook de video voor vandaag. Ah, oké, zo kort deze video. Ja. Laat het me weten of je dit een leuke nieuwe serie vindt. Zodat je zegt van, Kees, dit was mooi. Moet dat vaker doen. Of dat je zegt, Kees, gaan we weer terug naar de dagelijks. Gaan we weer terug naar Half-Life. Of een andere game die jij misschien beter vindt. Die jou, als jij dit niet zo leuk vindt en denkt, hey Kees, je kan beter blablabla gaan spelen. Dan moet je zeggen welk spel ik moet gaan spelen. En dan ga ik hem gewoon spelen. Dus, dit was Kees van Steendroog. En ik zeg tegen jullie, later hoor.